Nick Schilder, bekend van zijn recente release Tequila als onderdeel van de EP Dansuineloon, is enthousiast gestart met zijn theatertour The Singer-Songwriters Show. Lovende reacties over de show stromen in overvloed binnen. Op vrijdag deelt Nick een reeks foto's van zijn optreden op Instagram en schrijft daarbij. Mijn theatertour The Singer-Songwriters Show is weer begonnen. De komende twee maanden zal ik het hele land doorreizen en een mix van oudere en recentere singer-songwriter covers spelen, vermengd met eigen werk. Zo leuk om te doen dit. Wie zie ik waar? De fans zijn extatisch over de show en plaatsen massaal enthousiaste reacties onder de Instagram post. Eén van hen schrijft: "Het was echt heel mooi. Ik heb genoten. Bedankt." "Ik vond de akoestische versie van Tequila ook gaaf voor, haha." Een andere fan reageert: "Gisteravond in Beverwijk gezien. Het was onwijs goed. Zo speciaal." Deze week beantwoordde televisiekenner Tina Nijkamp in haar TV-update de vraag of Nick en Simon binnenkort weer samen op televisie zullen verschijnen. Het antwoord was resoluut nee. Nee, die komen voorlopig echt niet terug op tv. Voorlopig niet in ieder geval. Nick lijkt zich momenteel te richten op zijn solocarrière en geniet duidelijk van het succes van zijn Singer-Songwriters-show in de theaters.